Holy shit, gast! Wat heb jij eraan, man? Jezus, gek! Wat een haai! Ik heb hem. Wow! Dames en heren, wij zijn op dit moment in Spanje en wij gaan forel vissen. Je gaat het niet geloven, maar het is echt zo. Spanje staat natuurlijk bekend om het lekkere weer. Maar toch hebben we hier ijskoud water en zijn we in gewoon bergrivieren en vissen op forel. En je ziet hier hele grote, Sander heeft zoals gevangen hier. Echt dikke units. Ja, ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Ik heb er zin in. Snoepbar setje mee met mijn nieuw stellaatje. Jeetje, vet hé. Gaan we even knallen? Knallen gast. Ik hem aanhouden. Je hebt hier een stroompje en daarna een poeltje achter deze boom. Ik denk hier tussen die twee bomen door. Ja. Sta je ook beschut? Alleen, let op je schaduw, jongen. Eén hoekie. Misschien kun je ze al zien staan. Voor Ellen. Je ziet ze niet staan. Nee? Nee, nergens. Oké. Roep als je beet hebt, hè. Nou, gaan we. Dus de worp. Ja, oh! Oh, dikke, ja. Ja. Oh, weer mis. Mist hem gewoon twee keer, gek. Ik mis net twee keer een vis. Denk 50. Oh, volger. Ja. Yo! Oh! 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 Yo! Oh! 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 Gast, een forel van 80 of zo. Ja, zei ik toch? Jezus! Nee, joh! Huh? The fuck was dat, gek? Nou. Jezus, dat heb ik nog nooit gezien. Ah, heb je vis? Heb je vis? Heb je vis? Ja. Lekker, gast. Grote? Ja? Ja? Lekker gast. Dat blijft ook diep, hè? Nou, geen hele dikke, maar wel mooi, denk ik. Ik denk het wel. Gast, hij zwemt alleen maar diep in de stroming. Dat is gewoon een dikke, hoor. Ja, dat is een hele mooie. Oh, gast! Sander! No! Die van mij die er net achteraan kwam, was al zo'n stuk groter. Ja, nou. Dit is een beetje medium. Maar waar had je hem nou op dan? Wat? Ryuki? Ja, zilver. Zelfde keer als jou. Zal ik je helpen met landen of ga je het zelf doen? Wat ziek dit. Spaanse forel. Dik hoor. Ja joh, maar echt, ik had er net eentje achteraan, die was nog gewoon een slag groter. Het is echt bizar wat hier zwemt. Wauw. Wat een ding hé. Hij is druk, niet normaal. Wauw. Dit is pas een forel hé. Kijk. Ongelooflijk. Wow. Ongelooflijk. Dit tangetje. Die vlekken erop. Ongelooflijk. Wat een bakkel. Echt een bakbeest. Jezus, gek. Holy shit. Dit is de grootste forel die ik ooit gezien. Mooi hè? Wauw, het lijkt wel een zalm hé. Ongelooflijk, gele vetvin. Super grote kop, echt een grove kop. Wauw. Heel mooi. Snel fotootje? Ja. Hij mag terug, maatje. Heel voorzichtig mee omgaan. Ze zijn zeldzaam. Wauw. Wat? Vet hè? Holy shit.
Lekker pik. Mooi hè? Ook zo raar hè? Nee, je hebt gewoon een bruine forel. Huh, dikke beekforel gek. Simon heeft een beekforel. Ja, heb jij 300 voorbij hè? Ja. Kerel. Vet. Heel gaaf. Beekforel. Super hè? Je moet hard praten, want ik hoor heel veel ruis natuurlijk. Hartstikke mooie beekforel. Echt een unit. Ja. Super blij mee. Super hè? Ja, klapt een mooi op plugje hoor. Ja, leuk hè? Zal ik een plaatje van je schieten? Ja, dat is goed. En laten ze remmen. Yes. Wauw, super gaaf maat. Tik hem aan. Lekker hoor. Vet. Yes. Ja? Wat doet hij? Ja? Die vang ik zelf als ik. Hij heeft een slecht gevoel. Dat zit een fucking ding. En dat hoekje, ja? Moet je staan? Dan hoef ik het dode hoekje voor je. Zalm. Ja. Zalm. Ja. Ja. Oh, hij mist hem. Weer erachter? Nee, is geen bruine. Dat is de beste knelstek waar je ooit hebt gedist, niet. Nou, gas slaat helemaal nergens op. Wordt niet goed. Lekker. Het ding wat er net achter zat, heeft dat. Hele rare rode staart had hij. Kom hé. Gast, ik miste een ding. Gast. Zag je dat ding wat net achter van mij dacht eraan kwam? Of had je... Ah, het was bruin met een rode staart. Een soort hoegen. Leek het wel. Sowieso daar bovenaan. Oh, ik mis er één. Er weer één. Mis hem gewoon twee keer achter elkaar. Oh. Alles eraf.
Het beet mijn fluwel door. Het beet mijn fluwel door. Jeetje, elke worp krijgt gewoon een aanbeet. Ik sla ze allemaal mis. Ja, Anne, ja. Yes. Ah, los. Los. Het is werkelijk waar ongelooflijk wat een plek we zijn, jongens. We hebben nu één stek gehad. Ik heb een forel gehad die mijn lijn doorbeet. Oh, alles eraf. Ik heb er een stuk of 10 gemist. Oh, fuck. Ze zijn listig. Ik heb echt een mega forel. Het leek wel een soort van hoegen of een soort, nou, ik weet niet wat het was. Het was bruin met een beetje een rode gestaard. Het ding was denk ik 70 centimeter. Ik heb nog een dikke 80er erachteraan gehad. Yo! Oh! 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 Ik snap er helemaal niks van. Sander zei, ik weet nog wel een stekkie. Nou, ja, ik weet nog wel een stekkie. Nou, ik weet niet hoor, maar dit is de meest waanzinnige forelstek waar ik ooit ben geweest. Ik hoop dat ik straks ook zo'n ding gevangen. Ik verwacht eigenlijk wel, ik heb er veel aanbeten gehad, maar ja. Ze zijn een beetje listig deze beesten. Heel ziek, echt heel ziek. Zo, dit is me ook een paadje, dames en heren. Maar eens even kijken, jongens. Waar we nou ook weer uitkomen straks. Het is hier echt waanzinnig. Ik heb hier een mooi paadje naar beneden. We staan straks bij een beekje. Ik heb wel veel muggen, nu al. Iemand zijn schoen verloren. Ja, dit moet het gewoon worden. Een van de plugjes van Duo. Een soort driehoekje-achtig ding. 3000 fluootje. Shimano Yazai, LTD, Stellaatje. Ik wil ook perfect setup, 1000ste, 1200ste gevlogd. Ik wil zo'n forel. Avontuurlijk stekkie. Een soort van vrieren op forel. Kan dat anders? Oh shit. Echt een ziek plek dit. Wauw. Ongelooflijk. Ging het goed? Ging het goed? Oh. Mooi hè? Aanbeet. Dat is een aparte. Heel mooi gekleurd. Wat doen we precies omgekeerd? Het ziet er beter uit. The next day. Sandertje. Ja. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer, jongen. En die hele dikke forellen die gisteren een beetje lastig zaten te doen. Ja. In de ochtend kunnen ze het en niet zo goed zien. En zijn ze heel hongerig. Van de nacht. Ja. Dus als het goed is, krijgen ze nu wat makkelijker te pakken. Oké. Okay. Nou ja, we hebben natuurlijk gisteren al een dikke knijter gevangen. Het zou mooi zijn als we er nog één kunnen vangen. Of twee. Daar gaan we voor. We gaan het proberen. Lekker, maatje. Ook een pukje. Een heel klein beekforelletje van Simon. Kijken. Oh, wat een liefje. Wat een leukertje. Wat lief, wat leuk. Wat lekker. Ja? What the fuck? Hij raakt het water en hij wordt gepakt. Ja. Oké.
bijzonder. Dat vind ik bijzonder. Aparte kleur, hè? Mooi, man. Oh, lekker, Sander. Dit ook, volgens mij. Ja. Ja, ja, mooi, mooie gast. Mooi, echt mooi. Lekker, gast. Lekker, lekker, lekker. Ik heb hem al heel graag uit. Hij heeft me altijd langs. Ja, ik zag het, ja. Ze is wel mooi, hoor. Kun je wat vertellen over die forel, over zijn vetvindingen? Kijk hoe mooi vis. Wow. Een hele aparte... Oh, ondersoort. Wat doe jij nou? Gast. Laat hem nou zo in het water vallen. Dat was echt klinnig. Wauw. Gast. Dat was echt noob, gast. Waar had je hem op gevangen? Op een klein plekje, kijk. Ryukie! Heel rustig met de stroming mee. Kleine tikjes, dat hij een beetje op zijn kant gaat. Als een stervend visje. Pakken ze. Oh. Dames en heren, dit is ook weer een plek. Je ziet daar een rivier. Diepe kuil, langzaam. Dus je hebt hier gewoon drie dingen bij elkaar. Je hebt stroming. Oh, hebben. Lekker, gast. Sander heeft een hele grote. Lekker, gast. Oh. Nice. Nice, nice, nice. Ja, mooi, mooi. Echt een mooie. Mooi vis, man. Eigenlijk niet. Hele diepe. Lekker, gast. Wauw. Gozer. Oh. Mooi, hè? Sick, hoor. Iemand van? Wauw. Lekker, maatje. Wat een ding, hé. De grote zijn we natuurlijk heel voorzichtig mee. Houd ze boven het water. Houd ze nat. En zet ze terug. Nog een keer, nog een keer. Hoppa! Jongens, even schrikken. Gast. Vet. Nice. Hoe heb je hem nou gevangen? Kun je er even wat over vertellen? Want we vissen vandaag echt op, ja, ja. En gisteren op grote forellen. Hoe doe je dat? Richt op grote forellen. Nou is dit nog een aasje wat ik echt aan de kleine kant zou noemen. Normaal zou het de grootste zijn die ik gebruik. Nu is het de kleinste. Klein plugje. Dubbel zo groot zou je ook nog mogen. Het gooi je tegen de stroming in, laat je heel rustig met de stroming meekomen. Alsof het een halfdode aasvis is die rustig met de stroming meevalt. En dan de diepste poel zoek je op, daar gaan die grote forellen in liggen. Die jagen alles weg wat in de buurt komt. En hopelijk pak je er een. Oké, okay. En wat denk je aan hengel, werpgewicht, lijn, fluo? Ja, fluo pak je toch 30-honderdste. Zeker grote forellen hebben gewoon tanden. Dat is eigenlijk bijna gemerkt gisteren. Met een kleine snoek, soms bijt het gewoon door. Ja, ik heb gisteren dus gewoon een forel gehad, die beet mijn lijn door. Dat kan gewoon hier. Ja, nou ja, hoofdlijn 10, 12 honderdste. Al wat zwaarder en een hengel tot een grammetje of 30 heb ik zelf. Perfect. Dat is voldoende. Het is eigenlijk gewoon snoepbaarsmateriaal. En wat voor soorten kunstjes kan je pakken? Liefst ja, in zilver of bruine kleuren. Chetjes werken ook heel goed. En ja, spinnetjes, lepeltjes kan je pakken. Maar meestal toch wel plugjes en chetjes. Ja, het moet even dieper lopen, hè, ja, hier. Ja, ja, inderdaad. Oké, okay, nice. Thanks voor de tips. We gaan even verder, maar wat een bankbeest even, Sander. Heerlijk, echt vet. Gast, wat gaan we doen, Sigmund? We gaan nog even naar het laatste stekkie. En dan gaan we nog even proberen een hele grote forel te vangen. Want daar hebben ze gezien, hè, gisteren? Daar hebben ze zeker gezien, gisteren. Door. Echt grote. Dus, let's go. Ja. Nee. Kleintje. Mooi, hoor.
zulke mooie visjes. Holy shit, gast! Wat heb jij eraan dan? Jezus, gek! Hij komt een haai! Sander heeft een bak eraan, jongen. What the fuck? Dat lijkt wel een snoek, gast. No! No, maat! Wat lekker! Zo, is een bakbeest? Ik land hem wel even voor je. Ik krijg hem doorvissen. Zo. Nou, die gaan wel richting de 70. Dit is hem hoor. Dit is hem. Kijk die zieke donkere vlek ook erop, joh. Oh, dit is echt een dikke. Haakbek erop. Sterk ook. Zag je die klap of niet? Ja, zo. Ziekelijk. Staat erop. Kom op mijn stekje ook. Hij snijdt, ik vang twee zulke minis. Hij gooit zo over mij heen. Kijk, wat een ding. Wat een zalm. Trek hem maar heel rustig planten van. Ik heb hem. Ik heb hem. Wow! Gast. Snel tangetje. Mag je tangetje? Maar? Ja, hij had nooit meer losgekomen. Dus op, je zit met je vingers bij de dreg. Ja, ik zie het. Ja. Of ik geef hem nu aan jou. Rechterhand, andere hand. Ja, een luchtje van je testen. Ja, aan een klein ploegje aan. Wat een ding. Wow, wat een monster, gast. Wow. Echt een monster. Deze is echt gruwelijk. Ja, dit is gewoon een 70er. Ja. Ziekelijk. Ziekelijk, die blauwe stip op zijn wang. Maak snel een mooie foto en dan laat ik hem gaan. Wil even dippen? Wat een ding, joh. Hoppla. Je bent echt een gast, jongen. Oh, je mag nooit meer mijn stekje gooien, zou ik dat vertellen? Jongen. Echt, hè? Ik sta daar in het hoekje. Speciaal ga ik niet naar Sander staan. Sta ik daar lekker zo op mijn uppie. Ik vang twee kleine visjes. En ik zie hem zo één hele lange worp maken. Zo precies over mijn stek heen. Trek die dingen uit. Ik gun hem je, maat. Fuck, zieke vis. Blij. Maar, we gaan nu naar de plek van gisteren. Ja. Nu gaan we Simon en ik even een klats eruit trekken. Nog één vangen. Oh man, hè. Ja, de vangdrang die is nu af bij Sander. Gelukkig. Dus die kan nu even filmen. Wat een bakbeest die gast gevangen. Het is ongelooflijk. De grootste forel die ik ooit in mijn leven in iemands handen heb gezien. Er wordt er gewoon uitgehaald hier. Nou, was dik 70 centimeter. Simon en ik, we gaan daar. We hebben een diepe kuil in het water. Ik heb zo'n mooi stroomje, die botst tegen de wand aan. Er zit een slijtgeul zo onder de wand. Ik heb daar een forel gisteren gezien. Die was nog groter dan die Sander net heeft gevangen. En die volgde mijn plug tot 20 centimeter uit de kant. Ik ga er helemaal van te stotteren in. Opstellen achter die grote steen daar, want hij mag ons niet zien. Die steen daar, inderdaad. Heel voorzichtig doen. We gaan het proberen. Ik blijf als cameraman even een beetje op afstand. Want het is wel echt zo, als er een hele grote, ook maar een klein forelletje weg ziet schieten, dan weet hij dat het stront aan de knikker is. Hier zit hij. Ook even door mijn knieën. Hij lag precies achter die punt. Kom maar. Ja! Oh! Ja! Oh! Mis hem twee keer! Die grote! Heel rustig vissen. Hij snijdt hem helemaal als hij wil. Wat gebeurde er dan? Ja, eerste worpje op de steek, dan staan ze natuurlijk gewoon op scherp. Voor hem op het hoekje waar Christus zo'n unit had gezien. Ik denk niet eens dat je het op de doodhoek had kunnen zien dat ik achter die steen stond, maar. Jezus man, eerst zo soep schin erachteraan. De tweede keer,
Af en klapte zo vol op. En hij haakte niet. Zonde. Stel wat er gebeurt, want er stond een timewarp. Nog even een laatste worpje en er kwam een unit achteraan. Hij streek mis. Ik tik hem nog twee keer verder. Hij klapt toch de kaai op. Jezus, gast. Die gaat niet pakken. Lijkt wel een zeeparel, man. Huh? Lijkt wel een zeeparel, joh. Lijkt wel een zalm. Echt een buffel. Jezus. Dat is niet sterk hoor. Nee. Jeetje man. Ongelooflijk. Nou, daar komt ie. Ongelooflijk, wat een ding. Ja, hier baal ik wel een beetje van. Ja, ik dacht ik geef hem even een slokkie. Hij flipt precies de verkeerde kant op. Ja, maar ja, kan je ook niet doen. Nee. Zo, dat was me wel een ochtendje. Zeker wel. Sorry maat. Ja. Sven weer. Deed je expres zonder foto. Niet? Nee, deed ik niet expres. We hebben hem gezien, hij staat op het netvlies. Ja. In ieder geval mijn grootste forel die ik ooit wild heb gevangen. Ja. Dat is super vet. Maar ja, je had hem natuurlijk wel heel veel in je handen willen hebben eigenlijk. Ik had hem wel even in mijn handen en misschien nog even een plaatje willen hebben. Had ik even een paar jongens gek kunnen maken. Maar het avontuur en de beleving zo is ook wel hartstikke mooi. Dus, ja, dat is wel wat waard. Ik zie nog wel een keer terug wat er op de beelden gebeurde. Ja, precies. Jeetje man, wat een ochtend. Twee van die dikke bakbeesten. Ik heb er twee verspeeld. Wat een plek dit joh. Echt waanzinnig. In Spanje, dat hier, forellen vangen. In een van de warmste landen van Europa. Ja, hoe kan het? Water is gewoon ijskoud. Bizar. We hebben zo lekker gevist. En het was een mooie afsluiting van de vakantie. We gaan in ieder geval nu naar huis rijden. We moeten nog flink wat uurtjes. Heel veel uurtjes. De hele dag nog rijden. We gaan even droge schoentjes aantrekken. En dan gaan we er vandoor. Man, wat een feestje is dit geweest zeg. En dan gaat het echte leven weer beginnen. Waarschijnlijk voor jullie ook. Jullie gaan weer naar school. Of je gaat weer aan het werk. Geen idee. Ik weet niet hoe oud je bent. Als je nu kijkt. Maar ja, onzin komt er allemaal uit mijn mond zeg vanochtend, jeetje. In ieder geval, we gaan lekker rijden maatjes. Ik had trouwens nog een leuk dingetje voor jullie. Ik kreeg veel vragen over mijn zonnebrillen. Ik had hiervoor vaak die Leech brillen. Die zijn fijn en ik heb nu brillen van Wiley X. Dit zijn echt top zonnebrillen voor het vissen. Ze zijn wat prijziger. Worden gebruikt ook in Amerika door de militairen. Het zijn bulletproof glass. Hij is in ieder geval super veilig en hij kijkt ontzettend fijn. Hij is redelijk krasbestendig. En het mooie van deze bril is, ik heb een leuke samenwerking met mijn sportbrillenshop. En zij kunnen deze brillen dus ook versterkt leveren. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die sterkte nodig hebben op een bril. En meestal zitten ze dan met zo'n overzetbrilletje. Nou, dit is echt een super goed polariserende bril. Ik heb er eentje met hoogcontrastglazen. En het kijkt super fijn. Het maakt de kleuren iets voller. En ja, je kijkt gewoon echt heel fijn. Het is rustig voor je ogen. Het is ook tijdens het rijden heel fijn. Maar deze zijn er dus ook op sterkte via mijn sportbrilshop.nl. Dus dat is wel nice. Kijk er eens naar. Het zijn wel dure brilletjes, maar dan heb je wel echt topbrillen. Een van de beste brillen die er zijn voor het vissen. In ieder geval, wij gaan rijden. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Abonneer als je nog niet hebt gedaan. Ik zie jullie graag weer bij de volgende video om 7 uur. Bedankt voor het kijken en de mazzel.